Mijn naam is Ricky Voortman. Na 35 jaar als secretaresse te hebben gewerkt, heb ik vorig jaar besloten mijn baan op te zeggen om meer tijd voor mijn tuin te hebben. Ik woon hier met mijn partner Henk. Die heb ik in 2008 ontmoet. En zodoende is ook deze tuin op mijn pad gekomen. Onze tuinstijl is een landelijke tuin met rechte lijnen, à la Mien Ruys, een bekende tuinarchitect uit het begin van de vorige eeuw, die echt de tuin- en landschapsarchitectuur op de kaart heeft gezet. En wel met weelderige bordes en veel bloemen en zorgen dat er in alle seizoenen planten of struiken bloeien. Eerst was hier alleen maar grasveld met opzij bordes. En ja, ik wilde eigenlijk graag wat meer beslotenheid en privacy. Dus ja, we waren al bezig gewoon om dingen te wijzigen en te veranderen. Maar ja, echt een plan, vooral bij zo'n grote tuin, is erg moeilijk. Dus hebben we toch de hulp gevraagd van een tuinarchitect. En die heeft een ontwerp gemaakt, maar ik heb wel zelf de planten en de struiken, dat soort dingen uitgezocht. Ja, je blijft ermee bezig. Mien Ruys die zei ook al, de tuin is een proces. Nee, om veel vogels te lokken moet je dus echt zorgen voor beplanting, bomen en hagen waar vogels in kunnen schuilen. Bijvoeren, met name in de winter, zorgen dat er waterplekken zijn en kiezen voor beplanting die bessen en vruchten dragen, waar ze dan ook weer voedsel aan hebben. Ik ben best wel veel tijd kwijt, zeg maar, met het onderhoud van de tuin, maar ja, ik vind het gewoon leuk werk om te doen en ja, dan is het allemaal niet zo'n ramp. Ik denk wel dat ik er zo'n 30 tot 40 uur per week in bezig ben. Het begint al in het voorjaar met het afknippen van de planten. Dan ga ik het allemaal verhakselen. Dus ja, dat is mega veel werk. En mensen zeggen, je bent niet heel goed wijs misschien. Maar ja, ik denk dat ik wil alles benutten. Dan maken we weer compost van en... ja, dan krijg je zeg maar, het voorjaar zeg, dat je de planten moet scheuren, dingen herplanten of nieuwe dingen erbij. Ja, en dan, ja, je bent ook afhankelijk van het weer, want dit voorjaar was bijvoorbeeld een heel nat voorjaar. Dan kon je wekenlang niks in de tuin doen, terwijl het eigenlijk dan wel moet gebeuren. Want nu kom je al ver in het seizoen en dan is het eigenlijk veel te warm om dingen te planten. Maar ja, de natuur is altijd de baas. Nou, in het najaar plant je weer de ballen en nou, dan krijg je de winter, is de tuin even in rust. Dan ga ik heel veel tuinboeken, tuintijdschriften lezen, ik heb kasten vol. En daar doe je weer ideeën op. Ja, dat is gewoon heel leuk. Dit is een tuintje naar mijn hart, omdat het ook plaats biedt aan allerlei vogels en insecten en andere dieren, zoals een eekhoorn, egel. Vorige zomer hadden we zelfs een reebokje hier in de tuin in de vroege ochtend. Die had hier een plek uitgekozen om uit te rusten. Dus ja, dat vind ik gewoon heel mooi dat ook die dieren hier zo kunnen genieten. Ik zou zeggen, begin met het belangrijkste van de tuin en dat is de grond. Je moet zorgen dat de grond heel goed is, dat er een rijke bodem is door compost erdoor te mengen, organische bemesting, zodat planten goed kunnen groeien. En kies planten voor de plek waarvoor die geschikt is. Dus je hebt planten die houden van de zon, die kunnen tegen de zon, ook al is het heel warm. En je hebt planten die verkiezen de halfschaduw en planten die schaduw nodig hebben. Dus daar moet je rekening mee houden, want als je een schaduwplant in de zon zet, wordt die niet gelukkig van. En jij dus ook niet.